welkom bij Nerf4CML en vandaag een modhandleiding van de Nerf Zombie Strike Crossfire Bow. En ik ga dus uitleggen hoe je deze kunt modden, zodat die krachtiger wordt en we gaan de air restrictors weghalen. En als je dat hebt, het probleem, als je maar zo'n Nerf dart hebt, dan heb je soms dat die eruit kan springen, zeg maar. En dat gaan we ook proberen op te lossen. Nou, wat je als eerste moet doen is, je moet deze boog, die moet je eraf halen. Dat gaat niet zo makkelijk als ik het nu doe, omdat deze zit al los. Als het goed is, als je hem hebt opengemaakt dus, dan heb je deze er al stevig ingeknikt. Als het je nou zelf niet lukt, vraag dan je vader even of zo, want er is best veel kracht voor nodig. Of je moeder natuurlijk, die kan ook best wat kracht hebben. En dan... Als je deze dus af hebt, dan kun je hem open gaan schroeven. Nou, dan er zijn 17 schroefgaten. En voor het open schroeven heb je een vierkops nodig met een lange ijzer, zeg maar. En je hebt nog een platte kopschroevendraaier nodig voor het openmaken. Als er iets vast zit, dan kun je er makkelijker bij. Nou, dan ga ik het even timelapsen en dan zie ik je zo terug. Nou, zoals je ziet, ik heb alle schroefjes er weggehaald. Nu zou je de delen van elkaar af kunnen moeten halen. Nou, zoals je ziet hebben we nu de één helft eraf. En dit is best raar, want dit heb ik nog nooit meegedaan tijdens mijn mods. Maar de helft van de spullen die zit aan de andere kant. En de andere helft zit in de goede kant. Want meestal maakt Nerf het zo dat als je hem openschroeft, dat dan alle spullen in de goede kant zitten. Zo. Nou, dan leggen we die gewoon even op de goede plek. Voor de rest is niks belangrijks hierin. Dus dan kunnen we die apart leggen. En die moet dan ongeveer hier, maar dat bekijken we straks wel. Zo. Ja, en dan zou deze hierin moeten. Zo. Nou, dit is hoe de binnenkant eruit ziet. Hier heb je de N-Strike Elite handel. Die kun je gewoon hier in laten zitten. En nou, dit is hoe het systeem dan ongeveer werkt. Als die... veer zeg maar naar achter is getrokken, dan zit dit dingetje hier. En als je dan zit deze, die zit dan ongeveer hier. En als je dan deze trekker naar achteren haalt, dan gaat deze, die gaat dan naar boven toe. Als het goed is, of ik weet niet wat. Meestal gaat hij naar boven toe. Maar dan schiet hij dus weer naar voren. En dan komt er dus lucht in deze gaten. En zoals je hier ziet, heeft Nerf hier wat gaten erin zitten. Die lucht weglaten. Dus daar gaan we ook wat aan doen. En we kunnen de O-ring wat groter maken. Zodat hij helemaal de lucht helemaal vrij laat. Zoals jullie net konden zien, zaten hier een paar gaatjes. Die bij de dartholder. Die kun je gewoon simpel oplossen door er een stukje duct tape overheen te doen. En zorg wel dat je hem goed aandrukt. Want als die in de Nerf gaat loslaten, dat zou een beetje jammer zijn. Maar dat verwacht ik niet van duct tape. En dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Nou, wat we verder nog gaan doen is we gaan proberen de air restrictor eruit te halen. En we moeten even gaan kijken hoe we dat gaan doen. Nou, zoals je misschien al wel hebt gemerkt, is het een beetje vettig hier binnen. Dus je kunt het een beetje droog maken door een stukje keukenpapier te pakken en het even schoon te maken. Nou, als je hard genoeg trekt, dan kun je deze eraf halen. Dan krijg je dit witte stukje met twee randjes eraan. En dan kom je hier en dan zit er heel veel vet. En
ja, die moet je daar wel gewoon houden. Nou, ik ben erachter gekomen dat we helaas niet bij de aerostrictors kunnen komen. Omdat Nerf heeft hier schroefjes ingezet. Nou, die zouden natuurlijk gewoon los kunnen halen. Maar ze hebben het ook hier vastgelijmd, denk ik. Omdat er zijn verder geen schroefjes in dit ding. Maar je kunt ook niks loshalen. Maar waarom zouden ze er anders schroefjes in zetten? Dus ik denk dat omdat dit een speciaal systeem is met als er hier een dart zit en hier een dart, dat hij eerst deze afvuurt en daarna die. Maar ook als er gewoon deze in zit, dat hij dan deze afvuurt. Ik denk dat dat gewoon een speciaal systeem is dat Nerf niet wil dat je erbij kunt komen. Omdat je bijvoorbeeld stuk zou maken anders misschien andere merken dat af kunnen pakken of weet ik veel wat. Maar we kunnen helaas niet bij de aerostructures kunnen komen. Wat je nog wel zou kunnen doen is deze dingetjes gewoon uittrekken met een tang. Dat doe ik persoonlijk liever zelf niet, omdat het kan ook gebeuren dat hij halverwege afbreekt en dan zit je met zo'n stokje en dan kun je hem er vaak niet meer uithalen omdat je tang niet lang genoeg is. En dan is het heel vervelend om de darts erin te stoppen. Wat we nog wel kunnen doen is weer het servetje pakken en dit erbij pakken. En dan maak je dit even wat droger. Nou, kijk, zoals je ziet, als je met de platte schroef erachter gaat, dan kun je die o-ring eraf halen. En wat je dan wilt doen, is je pakt je duct tape erbij. Het hoeft niet per se duct tape te zijn, maar dat is wel gewoon de stevigste tape vaak van allemaal. En dan haal je er gewoon een klein stukje van af. En dan knip je er ook echt een heel klein stukje van af. Echt gewoon heel dun. Omdat wat je dan gaat doen, is dit pak je dan. En dit plak je in dit holletje, zeg maar, waar net die zwarte ring zat. En dan wordt die ring dus wat breder en dan vangt hij ook meer lucht. Nou, dat doe je gewoon een paar keer, zodat hij wat steviger wordt. Nou, ik heb er nu wat tapejes omheen zitten. Dan kun je de o-ring er gewoon weer omheen doen. En nu zou die wat breder moeten zijn dus. En je moet er echt niet te veel doen, want dan kan het zijn dat hij niet meer inpast. En nu zou die dus meer lucht moeten vangen. Dat was het eigenlijk wel voor deze mod. Dan gaan we hem dus weer in elkaar zetten. Nou, als je deze er nou uit had gehaald, dan zet je die er, kun je die er gewoon weer makkelijk inzetten. Dat wijst zich wel. Er zitten een paar oranje knopjes en daar kun je ze gewoon weer inzetten. Je moet niet vergeten om dit stukje er ook weer in te zetten. Die zit gewoon los. En zoals je ziet, er zit geen schroefje in. Dus die moet je niet vergeten. Ja, tenzij je dit gewoon een rot ding vindt en je wil hem er gewoon uit hebben. Maar dat lijkt me niet. Zoals je ziet, hier zit aan het einde, zeg maar, waar het al een beetje omhoog gaat. Daar zit hier een gaatje. En dan kun je hem er zo inklikken. Als het goed is, valt hij er niet zomaar uit. Maar mocht hij er bij jou ingevallen zijn, dan weet je nu waar die hoort. Moet je goed opletten dat dit tandje, zeg maar, naar beneden zit. En dan moet je niet, niet zo denken, zeg maar, dat hij letterlijk naar beneden zit. Maar omdat je Nerf plat ligt, moet je dus, zeg maar, zo denken. Ik doe hem niet helemaal vlak, omdat dan allemaal de dingetjes eruit vallen. Maar je moet, zeg maar, dat hij gewoon deze kant op wijst, naar je toe wijst. Nou, dan zet je hem er hier gewoon in. Die twee lijntjes, die moeten verticaal staan. En dus dit tandje moet ook naar beneden. En dan, als het goed is, heb je hier aan de onderkant een witte T staan. En die gaat precies in dat gultje hier. Nou, de trekker, die zit er gewoon, als het goed is, zit hij er gewoon nog in. En dan heb je eigenlijk gewoon weer alles erin zitten. Nou, dan moet je deze weer erin zetten. Dat doe je heel makkelijk door hem erin te klikken. Hier, dit stukje hier. En dan, zoals je ziet, komt hij hier zomaar uit. En dat zie je dan ook altijd als je hem in elkaar hebt. Nou, dan pak je de andere helft er weer bij. Die ziet er als volgt uit. Als het goed is, zit daar niks in. Behalve wat knobbeltjes en zo. Maar
Als het goed is, geen opvallende dingen. En die kun je er gewoon weer opzetten. En dan is het gewoon weer alle schroeven terug in elkaar zetten. Vergeet niet dat je niet eerst de boog erop moet zetten. Want hier achter waar je de boog erop doet, daar zit ook nog een schroefje. Dus je moet hem nog niet opzetten. Eerst dat schroefje aandraaien. Nadat je alles weer in elkaar hebt gezet, dan kun je als laatste de boog er weer op zetten. Let goed op dat je de touwtjes bij de trekhaak niet buigt. En dan moet je gewoon net zo lang doordrukken totdat hij klik zegt. Of nou, niet klik zegt, maar gewoon dat je, dat je ziet dat hij mooi aansluit met de rest van de pijltjeshouders. En dan zou die als het goed is gewoon weer moeten doen, als je alles goed gedaan hebt. En ik hoop dat ik jou nu een beetje beter heb kunnen maken. Nou, vergeet natuurlijk niet te abonneren, te liken en te delen. En tot de volgende video van NeurfHorst.nl.